Voor mij is fair trade eigenlijk gewoon een evidentie. Waarom niet iets kiezen met een goed gevoel, een goed hart, een goed product? Als je ook andere dingen kunt kiezen, dan is de keuze snel gemaakt. Voor mij is Fairtrade eigenlijk een verhaal dat je maakt met de makers en de eindconsument. Ik ben daar een schakel in tussen en ik moet er eigenlijk voor zorgen dat alles eerlijk verloopt. Dat iedereen een eerlijk hap heeft van de taart. Dat is een beetje zoeken en een beetje onderhandelen en zo. Maar dat zorgt er wel voor dat ik mijn producten met een goed gevoel kan doorverkopen. Ik denk dat ik in Mechelen wel het verschil kan maken doordat ik heel veel dingen zelf maak. Dus ik vertrek altijd van iets ouds wat er al is. En dan verwerk ik dat tot iets eigenlijk hedendaags dat in een modern interieur past. Eigenlijk is Fairtrade shoppen heel gemakkelijk. Het is eigenlijk op de hoek van je straat. Je pakt je fiets en je rijdt er naartoe. Geen gedoe met internet, geen gedoe met webshops. Je houdt de centen ook in de stad eigenlijk en je steunt de lokale handelaars. Dus waarom zou je dat niet doen?